Hou je goed vast. Harder rijden, harder of zachter? Harder. Harder! Stop, politie, zie je dat? Hoi. Hele goede dag. Hey, wacht eens even. Hey, Bilal! Nee, ben jij het, Bilal? Bilal! Maar Brahim krijgt geen bekeuring als jij met ons een dagje gaat werken. Hey, Bilal. Bilal komt een dagje met ons werken. Blijf maar gewoon daar. Ja, precies, blijf daar staan. In die cel. In het cellencomplex, ja, zijn we straks even heen gaan. Oh, daar mogen we ook naartoe. Ja, dan gaan we straks even met Willem en Flatsen hoe een cel eruit ziet als je op straat wordt aangehouden. Ibrahim, wai wai, heel echte mannen, wai wai. Positiviteit, wai wai. Activiteit, wai wai. Negativiteit, wai wai. Geen tijd voor, wai wai. Heel wegen door, wai wai. Brahim, Brahim! Ik ga het pet voor je pakken. Goed, Bilal? Wil je die ook weer aan? Je zit in het bureau als hij. Kom, dan zullen we gaan. Ze gaan nu voor jou pakken. Zo. Even kijken. Wil je weer eventjes passen? Paddakee. Hoppakee. Hoppakee. Echte politieman vandaag, Bilal. Ga eens lachen, Bilal. Leuk. Die ook eroverheen? Ja. Ja, oké, mag ook. Ja, dan moet hij wel compleet, hè? Kom. Moet je ook een geweer hebben of pistool? Wil je die ook? Moet jij hem zo vasthouden? Zo? Moet ik hem zo erin schuiven? Zo? Opa. Hoeveel weegt zo'n ding eigenlijk? Ja, het zit echt wel een paar kilo. Moet je buik inhouden, Bilal. Ja. Ja, zo, ja, minder zo. Eten, hoor je dat? Hartstikke idee. Dan doen we die even zo verstoppen. Dan doe ik even achter verstoppen. Ja. Van de politie, hè? Ja. Je bent vandaag onze hulpagent. Ja. Goed? Wil je hem op? Voor de foto. Ja. Maar die moet alles gaan zien het herkennen, hè, buiten. Kijk, let op, hè. Kijk, hè. Opletten, hè. Hij gaat snel, hè. Nou ja. Zag je dat? Ja. Nee, ik kan gewoon toveren als politie, hè. Nog een keer? Nog een keer doen? Nee, vond je het niet leuk? Oké. Okay. Wat doen we hiermee? Kijk, dit is wat je allemaal hebt. Wat doen we hiermee? Deze. Hé, wat doen we hiermee dan? Een handboeien. Een handboeien, hè? Wat denk je dat hierin zit? Wat denk je? Zal ik het laten zien? Ja. Wat denk je wat het is? Wat is een maatje? Oh, nee. Het is? Wat is dit, denk je? Waar moet ik deze voor gebruiken? Voor hem. Die gaat hierin. Weet je wat het is? Nou? Die kan er niet uit, zit vast. Alleen ik kan eruit. Hé, hey, dit zijn de kogels. Kogels? Dit zijn de kogels. Waar moeten hier kogels in? Die moeten in een pistool. In een pistool, ja. Goed zo. Ja. Daarvoor heb ik die ook bij me. Maar die hoef ik gelukkig nooit te gebruiken. Is beter, hè? Geen pistool gebruiken. Dat is een beetje gevaar. Jawel. Ja. Wel gebruiken. Wel gebruiken? Oh, jij wilt... Ik wil zelf een pistool. Hè? Wil je een pistool? Nou kijk, als je een pistool hebt, kijk, dan moeten we echt eventjes naar school. En dan moeten we gaan leren. Want je krijgt niet zomaar een pistool, hè. Die moeten we echt voor trainen. En je moet je diploma ook ervoor halen. Dus goed je best doen op school. Als je goed je best doet op school, dan kan je uiteindelijk ook een pistool krijgen bij de politie. Maar wel je best doen. Zullen we even naar het cellencomplex gaan? Ja. Wil je kijken hoe de echte cellen eruit zien? Ja. Ja? Kom, dan gaan we. Ja? Gaan we die kant op, ja? We moeten even drukken. Ook politie. Kijk. Kijk. Hi. Zeg maar. Hi. Hey heren. Ja, jullie komen filmen? Ja. Yes. Ja, ik doe hem open. Dankjewel. Ja, dit is dus echt een cellencomplex. Waar mensen echt wat lang zitten. Ik zag net iemand binnen gaan. Zie, hier zitten de echte boeven. En het ruikt ook echt naar boeven. Kijk eens. Binnen. Dus je mag niet met een pistool dan naar binnen? Nee, het is een wapenvrije zone inderdaad. Oké. En dat is omdat ze hem anders kunnen afpakken? Ja, voornamelijk met veiligheid te maken. Het
zijn de huisregels van het zakencomplex. Het klinkt eigenlijk ook wel logisch. Ja, ja. Ga bij erin komen, ga kijken erin. I think no way. Pila! Hier dan, ja, ik weet niet hoe lang je hier kan zitten. Maar dus als je wat gaat doen en jij wilt snel geld verdienen, ja, dan is dit jouw hotel. Ja. Ja, het is wel, man. Kijk, hier moet je op liggen. Dekentje. Dus, of word ondernemer. Doe het goed op school, want anders is het zo ruimte. Is het zo dat ze kunnen kiezen waar ze uit eten of is het gewoon wat de pot schaft? Ja, wanneer een verdachte wordt aangehouden, dan wordt die voorgeleid bij de voorgeleidingsbalie. En dat is waar we zojuist voorbij zijn gelopen. Ja. Dan wordt er altijd gevraagd of de verdachte medicatie gebruikt en wat zijn voedselwensen zijn. Het kan zo zijn. He, dat diegene of alleen halal of kosher eet. Ja. En dat geef je dan door en dat noteer je in het systeem. Ja. En dan heb je echt, we hebben echt van alles. We hebben spaghetti, we hebben nasi, we hebben rijst met kip. Ja, ja. Maar dan hebben we ook halal maaltijden inderdaad, ja. Of kosher. Dus daar wordt wel rekening mee. Een beetje dubbel, halal of kosher, terwijl je iets niet halal of kosher doet. Nee, klopt inderdaad, klopt inderdaad. Maar ja, er wordt wel echt rekening mee gehouden. Ja, ja, ja. Ja. Oké. Okay. Ja. Je kunt het wel met elkaar vinden. Ja, echt hè? Ja. Ja, superleuk. Gaan we hem open doen? Meneer de Boef, ga je nog naar buiten of blijf je daar? Hè? Hallo? Hallo? Nee, ik ben niet goed. Kijk eens, moet je zo eens doen. Zie je dat groene lampje daarboven? Oh. Hierboven, kijk. Zie je? Er zit iemand in. Er zit een echte proef in. Echt. Dus die krijgt hier een beetje straf. Eens kijken of hier iemand buiten staat. Zo, dat is zwaar. Is dit de luchtplaats? Dit is de luchtplaats inderdaad. Zo. En na hoeveel uur mag je hier naar buiten? Dan mag je twee keer op een dag van hier naar buiten. Dus dat is vaak in de ochtend en een beetje in de late middag mag je even luchten. En voor de rokers krijgen ze ook sigaretten. Dus dan mag je ook roken. Dat stresst toch wel een beetje? Ja, ja, ja. Ja. En je merkt het wel, ze hebben er natuurlijk behoefte aan, wat ook logisch is, want je zit natuurlijk de hele dag in zo'n kleine cel. Ja. Je hebt het gezien. En, voetballen. Zo. Voetbal. Ja, heb je gevoetbald dan vroeger? Nee, echt gewoon op straat. Ik heb 5 broers, dus dan ben je verplicht dat soort dingen doen. Hier, cameraman. Oh, cameraman. Oh, wat doe je nou? Echt, man. Weet je nog wat ik hierin heb gedaan net? Wat? Ik heb net gekeken toen wat ik erin deed. Wat deed ik erin dan? Pistool. Pistool. Kijk eens. En dan gaat hij weer op. Op slot. Zo. En hup, snel, veilig bergen en op slot. En dan hangen we het sleuteltje ook bij nummer 1. Hoppa. En dan kunnen we weer door, hè? Ja. Spices of Marrakesh, the master in spices. Het juiste adres voor al heerlijke unieke smaak en kruidenmixen. Onze kruiden worden door onszelf geproduceerd in onze eigen fabriek. Bestel nu eenvoudig via onze webshop, spicesofmarrakesh.nl. Of bezoek een van onze vestigingen. Voor groothandelsaanvragen kunt u contact opnemen. Willow, kijk! Willow! Ze is heel lief! Willow! Nee! Nee, we zijn bang! We zijn erop bang, hè? Willow, ik ben erop bang. Ik ga weg jij, met je gordel.
van dakluken, die kan gewoon open. Maar is dat een speciale reden of... Nooduitgang ook, gelijk. Het is ook gelijk een nooduitgang. En om gewoon de boel hier te ventileren. Ja, dat klinkt wel logisch. Ja. Ja. En dit zijn de mensen die zenuwachtig zijn. Ja, er gebeurt wel eens wat. Ja, hè? Ja. Ik hoor wel echt gekke verhalen af en toe. Ja, die zijn er ook wel, hè. Helaas zijn die er ook wel. Het is echt wel afwisselend werk. Ja. Je weet nooit wat je te wachten staat op zo'n dag. Maar volgens mij ben je wel echt een stoere vrouw. Vind je? Ja, volgens mij wel. Je ziet er heel lief rustig uit. Maar volgens mij, als je boos wordt, dan... Ik kan... Bilal voelt het al aan, hè? Bilal voelt het al aan, hè? Ja, je bent streng, zegt hij. Jongen. Het is toch lief, Khadija? Khadija moet straf krijgen van Bilal. Maar en wat wil je dan? Wil je Khadija in een cel stoppen, Bilal? Ja. Ja? Echt? In de gevangenis? Ja. Nou, hij heeft een perfecte strafplaatsje voor je, Khadija. Gewoon in de cel. Assalam. Hoe zit Bilal? Alles maar een box. Hey, geef je box aan Soufiane? Ja, aan hem joh. Soufiane heeft lekker dingen. Aan hem. En hem, aan Soufiane. Bilal? Ja, hij wel. Wat wil je hebben, Bilal? Huh? Wil je een theetje hebben? Ja. Ik heb nog middags een thee, hè? Kijk maar. Oh. Lekker of niet, Bilal? Wat wil je hebben, Bilal? Hey. Nee, Bilal, alleen thee, verder niks. Jawel. Nee, verder niks. Jawel. Vertel wat hierin zit, hè. Dit is gevuld met shawarma. Dit is grillworst. Shawarma. Shawarma, gaan we al de shawarma hebben. Kaartjes, vind je mooi? Wat heb je gekregen, Bilal? Kaartjes? Wow. T-shirt van Dupari. Dus de volgende keer, als je mee wil helpen, Bilal, je bent altijd welkom. 2, 1. Goed? 2, jij bent 2. Dan ben ik bij 2. Nee, toch? Wij zijn 2. Oké, nummers 1. Nummers 1 gaan daar naartoe. En dank jullie wel. Applaus, dames en heren, voor Bilal. Nee. Ja. Zo, hé. Ik ben allemaal bij Marrakesh-bedrijf. Kijk, meneer. Hoi, goeiedag. Hoi. Zeg maar even, wat die verkeerd doet. Bilal is vandaag met ons, mee aan het werk. En Bilal die wil even wat zeggen. Ga maar in. Zeg het maar, Bilal. Kom maar zeggen. Zeg maar, mag daar niet? Sta. We gaan staan. Want anders krijg je een boel? Niet. Oh nee, die mag niet goed. Die gaat wel weg, hè? Wat zeg je dan? Dankjewel, hè? Dankjewel. Je hebt geluk dat Bilal je waarschuwt. Ja, gelukkig, man. Ik liep hem al mee, hè? Wel, hè? Hey, dankjewel, hè? Iedereen die reageert zo positief als ze jou zien, niet hè? Niet op ons, hoor. Ze reageert niet op ons. Hij kan zingen misschien met meneer. Wil je zingen? Hij zegt dat. Gaan we even zingen? Nee? Nee? Gaat hij een fietsje komen? Ja. Oh, die naast je dan mee. Ja. Ze wil dansen. Yeah. Oh, dat muziek is een stukje harder. Ja, muziek is een stukje harder. Even een goed vijf hier op het dorpplein. 5 minutes later. Die jongens zeggen dat je niet mag fietsen. Huh? Hier, zeg even, je mag hier niet fietsen. Mag niet. Mag niet. Is genoeg, meer woorden zijn niet nodig. Ja, heel goed. Zeg het maar even. Mag niet. Ja. Hij is beroemd! Fijn! Ja. Oké, okay, politieagent vandaag. Maar hoorde je wat hij tegen je zei? Je mag geen fietsen. Ja. Heel goed! Nee. Je kan het niet geloven, hè? Nee. Nee, het is Bilal! Ja.
En wat vinden jullie tot nu toe van de reacties? Ja, superleuk. Super. Ja? Ja, echt heel leuk. Is toch goed? Ja, ja, heel erg leuk. Maar het is echt gewoon alleen maar positief, of niet, Bilen? Ja, hè? En dat zie je ook, hè? Ja, de mensen. Ja, ja, je krijgt echt superleuke reacties. Mensen dus, stoppen, ja, tuurlijk. Mensen kijk, willen haar zeggen. Ik had ook niet anders gedacht, hoor. Nee. Verwacht. Maar eigenlijk zou dit wel werken zo. Zeker. Bilen, gewoon iemand een paar keer ja, gewoon met ons mee, of niet, Bilen? Ja. Bilen, jij gaat gewoon voortaan werken met ons. Ja. Ja? Wat is er? We gaan samen. Hè? Ja. Hij wil die hand boeien. Kom. Kijk eens. Als je eentje voor mij zet, eentje voor mij. Ja, zie je? En eentje voor alle politie. Oké? Ga maar. Willem. Wat is dat? Wat is dat? Zeg maar. Eerst eentje. Die is voor de politie. Politie. Oh, politiebureau. Zo lief. Ah, dat vinden we heel erg. Dus dit is voor dank iedereen naar het politiebureau. Dus dan gaan we binnen neerleggen voor alle collega's. Zullen we dat doen? Ja. Kijk eens. Nee? Of wel? Oh, baklava! Jij hebt me vandaag gezien in de bakker, toch? Ja. Hè? Kijk eens, dit is voor jullie. Oh, hartstikke. En? Ho, ho, rustig, rustig. Het valt alles om. Nezet. Hartstikke lief. En eentje is voor me. Mahamid. Mahamid. Dankjewel, lieve Bilen. Hartstikke lief, schatje. Dankjewel, hè. We hebben ook dat iets voor jou. Dat waarderen we echt enorm. We hebben ook iets voor jou. Ligt binnen. Ik ga het voor je, ik ga het pakken, ja? Ik ga naar binnen lopen, ga ik het voor je pakken, ja? Ja? Oké. Okay. Nee, nog niet. Wacht, Bilen. Je hebt nog niet gezien, hè? Nee, wacht. Hallo, ze wil nog even een cadeautje geven. Luister. Er zit een tas met allemaal spulletjes. Kijk eens even. Kijk eens, wat staat erop? Wat staat hier? Politie. Is van de politie. Kan je boete geven aan Ghadi? Hey, als je straks naar Ghadija gaat, dan doe je deze op en dan zeg je zo. Kom jij maar even mee. Ja. Zo. Nee. Oh, nee. Oké. Okay. Ja, vind het echt. Hey, sleutel op doen, zo. Nee, ook niet. Oké. Kijk eens. En je doet deze in het stopcontact. Dan gaan lampjes aan en uit van de politie. Die jij leuk vindt. Ja? Van de politie allemaal, hè? Vind je het mooi of niet? Ja? Nou, Ghadi, zij heeft vanavond een probleem, hoor. Ghadi, zij heeft een probleem. Oh, nee, mag ik niet van? Oké. Okay. Allemaal van Bilel, hè? Ja. Op je nieuwe kamertje kun je dat allemaal neerzetten, hè? Ja. Jawel, mensen, hier zijn we weer. Sowieso, voor ik ga afronden, wil ik jullie vragen, vergeet alsjeblieft niet te abonneren. Doe dat meteen, regel dat meteen gelijk, dan weten we in ieder geval dat je een trouwe fan bent. Vooral van deze jongeman. Dames, super bedankt voor vandaag. We hebben echt enorm genoten. En zoals net gezegd, we hebben echt een deel 2 erbij. Zeker, toch, absoluut. Ja. Ik denk de wijk ook, Bilel Amsterdam is ook toe aan deel 2. Ja toch? Hey, wat moeten de mensen doen? Abonneren. Abonneren, want wij zijn echte... Echte man. En wat zijn wij? Echte? Echte. Vrouwen. En wij geven ook alleen maar iedereen alleen maar liefde. En we zeggen altijd positiviteit. Aarde Benetje. Dankjewel. Doei. Positiviteit of wat liefde. Politie.